Centraal Plus. De burgemeester. Rudo Slappendel. Welkom bij een nieuwe aflevering van Plus de burgemeester. Iedere week spreken we met een andere burgemeester uit onze regio. En vandaag is Tjarda Struik aan de beurt, de burgemeester van Leiden-Dorp. Ja, en Tjarda, we hebben een nieuw concept. Je bent de allereerste bij wie we dat gaan doen. In plaats van dat we onderwerpen bedenken van tevoren of dat ik met vragen kom, hebben we vragen van kijkers. Is dat juist spannender of niet? Minder spannend. Ik vind het leuker omdat meer kijker gestuurd is. En ik heb natuurlijk ook al heel veel van dit soort vragen op social media. Wat zijn nou op social media de meeste vragen dan die aan jou gesteld worden? Nou, heel veel over hoe ik het doe met mijn beperking, maar ook hoe ik het vind en wat ik nou al de hele dag doe als burgemeester. Dus eigenlijk heel praktische vragen, ja. En als je het nou hebt, want je bent ooit begonnen met ook, je vond het belangrijk dat, buiten het feit dat je blind was, wel ook de eerste blinde burgemeester zou worden. Mm-hmm. Hoe belangrijk is nou die blindheid als onderwerp om het nog over te hebben? Of heb je zoiets van, nou, dat mag wel langzaam een beetje naar de achtergrond gaan verdwijnen? Ja, ik vind het ook wel fijn als het op een gegeven moment iets minder erover gaat. En tegelijk wil ik ook nog wel zichtbaar zijn met die beperking, zodat mensen nog wel weten van, oh ja, zij heeft die beperking. En dat anderen nog een beetje het gevoel hebben, oh ja, weet je, als ik een beperking heb, dan kan ik dat ook worden. Want wat er heel vaak gebeurt is, dan heb je op een gegeven moment iets bereikt en dan heb je het niet meer over hetgeen wat je niet kan of niet kon, dus bij mij zien. Maar dan ben je ook niet meer zichtbaar als soort van ambassadeur en dat wil ik nog wel blijven. En dat is wel grappig, dat is een persoonlijke ervaring met jou, dat ik vergeet het eigenlijk gewoon dat je een beperking hebt. Ja, nou ik ja, dat kan. Dat is de foto, die kunnen we ook nu in beeld laten zien. Hier lopen we op de jaarmarkt in Leiden-Dorp. En ik wijs jou dingen aan. Maar dat is eigenlijk omdat ik er dus helemaal niet mee bezig ben dat er iets met je is. Dat klinkt zo stom gelijk, maar... Nee, dat gebeurt overal. Ik bedoel, mijn beste vrienden laten nog op hun telefoon van alles zien aan me. Dus, en wat zeg je dan eigenlijk? Oh, super gaaf. En dan ben je weer van. Nee, of ik vergroot hem. Dan kan ik er nog een heel klein beetje van zien, ja. Ja, want voor de mensen die jou nog niet kennen. Nou, Tjarda Struik, burgemeester van Leiden-Dorp sinds november vorig jaar. Ja. En dus een visuele beperking, maar je kan wel nog iets zien. Ja. Toch zijn er een aantal vragen binnengekomen. Ook over jouw zicht. Ja. Dan gaan we daar maar eens even mee beginnen. Doe maar. Denkt u dat het nog nodig is dat kinderen brailleschrift leren? Zeker ook omdat er natuurlijk van alles en nog wat in het leven is dat het ook zonder de braille kan. Ja, nou ik denk dat het verschil is. Braille leren is net als een nieuwe taal leren. Dat duurt super lang. En hoe jonger je het leert, hoe sneller je erin wordt. Hoe beter je erin wordt. Dus als je op een jonge leeftijd slecht ziet of slechter gaat zien, dan zou ik het wel aanraden om te doen als je jong bent. Maar als je later slecht gaat zien, zoals in mijn geval, dan zou ik het niet doen. Want mijn spraak, zeg maar hoe snel ik kan luisteren, gaat veel sneller dan hoe snel ik kan voelen met braille. Dus dan vind ik het eigenlijk de moeite niet waard. Want wat doe je dan met snel luisteren? Wat betekent dat? Nou, dan zet ik op mijn telefoon en op mijn computer wordt alles uitgesproken wat jij ziet. Dus jouw e-mails, jouw WhatsApps, alles. Websites. En daar kan je het, ja, de snelheid aanpassen. Dus omdat ik zoveel luister, verander ik die snelheid elke keer in wat sneller. En dan kan ik het, ja, sneller lezen. Maar hoe snel kan jij luisteren dan? Ja, heel snel en heel goed ook. Maar hoe snel? Ja, ik weet niet of je dat voorkomt. Nou, maar ja, hoe snel? Ik kan het wel. Ik zit even te denken. Heb ik ergens... ik heb wel... Ja, dat moet ik dan straks even pakken. Ja. Oké, gaan we daar even zo meteen mee eindigen. Hoe snel dat kan gaan. Nog eentje daarover ook. Kunt u het brailleschrift zelf lezen? Ja, dat kan ik wel, maar dat gaat echt super traag. Dat gaat dus per letter. Dus dan voel ik per letter en dan op een gegeven moment wordt dat een woord. Dus dat is net zoals een kindje in groep 3 je leest. Ja. Gewoon langzaam. Maar heel langzaam, het kan wel. En je ziet bijvoorbeeld ook in winkelcentra met liften bijvoorbeeld. Hè? Ja. Daar zie je ook altijd van die braille... Ja, maar dat zijn cijfers en dat zijn vaak maar 2 tekens. En dan kan ik het wel snel... Maar jouw voorkeur heeft dus dat... Spraak. Dat spraak en dat luisteren. Ja. Dan over het burgemeesterschap. En deze was gelijk op pittig. Hoe neem je de tijd om na te denken over alle moeilijke beslissingen? Oh, ja, ik noem het wel eens in mijn agenda, noem ik het spontaniteit. Dus dan zeg maar, dan kan je spontane dingen doen. En er gebeuren ook soms gewoon dingen op een dag die je niet van tevoren weet. En ik kan dat gebruiken om gewoon eens even afstand te nemen van alles. Dus ik blok echt in mijn agenda. Dus echt tijd voor gewoon nadenken of een mogelijke crisis. En dan ga ik vaak naar buiten toe. Dus ik wandel heel veel of ik loop hard. En dan kan je echt wat meer uitzoomen.
Kom je dan eigenlijk ook veel inwoners tegen die tijdens dat wandelen heel veel. Te kletsen? Ja, heel veel. Vind je het leuk? Ja, dat vind ik ook leuk, ja. Ja? Ja. Ik zie ze ook heel vaak niet hoor, maar heel vaak gaan ze lopen. Jij kan gewoon stoïcijns doorlopen. Maar dan gaan ze heel vaak wat zeggen, dus dat is wel heel leuk. Ja. Heeft het burgemeesterschap, burgemeester zijn ook schaduwkanten en wat is je eigenlijk tegengevallen? Nou, er zitten altijd schaduw... Nou, één schaduwkant is, niet dat ik dat... Dat vind ik wel heel interessant, maar je... Je kan een kijkje nemen in de schaduwkant van de samenleving. Dus als er hele erge dingen gebeuren in Leiderdorp, bijvoorbeeld, er is een familiedrama, dan weet je dat vaak. Dan staat dat soms niet eens in de krant. Maar ik hoor daar wel van. Dus dat is meer dat je een kijkje binnenkrijgt in die schaduwkant van de samenleving. En dat vind ik dus niet iets negatiefs van het ambt. Dat vind ik juist iets heel bijzonders. En dat maakt je ook best wel dankbaar over eigenlijk hoe gezegend je bent dat... Dat je gewoon gezond bent en dat je uit een fijne familie- of gezinssituatie komt. Dan kan je dat dan ook wel weer loslaten als je dan uit zo'n situatie komt of meemaakt of hoort? Ja, jawel, want ik ga dan ook wel een beetje, de praktische kant gaat dan een beetje aan. Weet je wel, dan laat je het even... Maar ja, soms dan... Ja, soms raakt het je ook wel heel erg, zeker weten. Is dat moeilijk of dankbaar? Of alle twee? Ja, allebei tegelijk. Ik bedoel, zijn we allemaal gewoon mensen. En het, de mindere... wat ik soms nog ingewikkeld vind, is dat je altijd... Ik ben altijd burgemeester. Dus ook als ik in de supermarkt even denk van... Nou, ik ga even 2 zakken Engelse drop halen. Dan word ik meteen aangesproken op dat ze ook wel graag even langs willen komen... dat ze die drop zo lekker lijken. Weet je, dat soort dingen. Of, ja, en soms voel je ook... Maar blijf je dan wel hier in dorp boodschappen? Ja. Maar wat je zegt, je kan het niet uitzetten. Nee, dus ook als ik een keer gewoon chagrijnig ben, ja, dat kan eigenlijk niet echt. Ben je dat wel eens? Oh ja. Ja, of gewoon dan wil ik even in mijn eigen wereld zijn. Soms heb ik dat ook met hardlopen. Maar ja, je bent wel ook, ik ben ook wel de burgemeester. Dus ik kan moeilijk iemand zeggen van even niet nu. Nou, en jij loopt trouwens hard, dat zag volgens mij ook wel eens op Instagram voorbij komen met een hesje. Ja. En daar stond het op blind en dan heb je hebt altijd een buddy ook bij je. Nee, eigenlijk niet. Nee, het hesje staat blind runner op en ik loop soms met mijn hond, soms ook niet. Maar ik loop altijd in de polders en dat zijn van die verharde fietspaden. En ik loop vaak in heel vroeg 's ochtends of als het regent, dan is het niet zo druk. En ik loop aan de rechterkant en alle hardlopers lopen juist aan de verkeerde kant van de weg, zeg maar. Dat is eigenlijk de goede kant voor hardlopers. Dus die komen op mij afrennen en dan zien ze me en dan gaan ze voor me aan de kant. Nou, hebben we gelijk eigenlijk de volgende vraag ook een beetje beantwoord. Oh. Doe je aan sport en wat dan? Ja, nee, dat is dus dat hardlopen en wandelen. Dan ben je denk ik al bij heel veel sportverenigingen ook langs geweest in Leiderdorp. Ja. Is er al een sportvereniging waarvan je denkt, nou... Nou, paardrijden, dat heb ik vroeger ook altijd al gedaan. Maar ik heb niet alle tijd. Dus doe ik er liever eentje waarvan ik kan bepalen wanneer ik dat doe. En dat heb je met hardlopen en bij heel veel sporten niet. Nee, dus, dat is toch teamverband? Ja, precies. Op mijn vaste tijd, dat soort dingen. Dus Kom je een keer kennis maken op de regenboogschool? Dat vinden de kinderen vast heel leuk. Nou, leuk. Ja, nee, volgens mij alle scholen in Leiderdorp ga ik langs. Dus ook de regenboogschool. Oké, ze komt vanzelf. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja. Als je gevraagd wordt om je mening te geven over iets wat je niet kan zien, hoe doe je dat dan? Dat is ook een goeie. Nou, dat hebben heel veel mensen hier op het gemeentehuis best wel, soms moeten ze even moeite voor doen. Dus dat is wel heel mooi hoe ze zich aanpassen aan een nieuwe bestuurder. Dus dan vraag ik gewoon, wat is er te zien? En hoe staat dit tegenover dat, bijvoorbeeld in plaatjes? En wat betekent dat, dat het zo is weergegeven? Of wat valt jou op? Weet je, ik ben eigenlijk gewoon een soort van detective. En alleen maar over feiten. En dan kan ik daar wel een besluit over nemen. En ik vraag natuurlijk altijd, wat adviseer je me, in ieder geval aan ambtenaren? Ja, dus waar een ander zich ook laat adviseren, vraag jij als extra advies, kun je het eens omschrijven? Ja, omschrijven. En anders dan ga ik er naartoe, dat kan ook. Dus nu hebben we sinds kort een tandem, dus ook wel makkelijker om ergens even snel naartoe te gaan. En dan gaat iemand het gewoon aan mij omschrijven of dan kan ik er heel dichtbij staan en dan kan ik er ook nog wat van zien. Ja. Nou, dus eigenlijk, ik denk dat dit een beetje de kern van de vraag ook is, kan jij alles wat een burgemeester die kan zien ook? Kan jij dat ook? Nou, anders. Want alles, dat niet. Maar ik kan het wel anders. Dus bij mij is gewoon echt de kern samen. Ja, maar het kan dus wel. Het kan wel, ja. Hoe bevalt het u? Dat is ook mooi als burgervrouw. Burgervrouw. Ja, ik zat inderdaad bij scholen, hebben we het heel vaak over burgemeester en dan heb je burgerjuf. En dat klinkt heel raar. Burgerjuf, maar burgerjuf. Burgervrouw. Hoe bevalt het? Ja, supergoed. Ik vind het echt heel, heel leuk.
gewoon de complexiteit van een heel ingewikkelde casus, zoals, weet je wel, zo'n familiedrama, wat eigenlijk heel, heel, heel verdrietig is, tot aan een kleine demonstratie of een raadsvergadering voorzitten. En dan ben ik weer bij een sportvereniging op bezoek en met mijn kinderen of zo. Weet je, het is echt zo verschillend. Nou, alsof je mijn vragen allemaal al weet. Want de volgende vraag is, kom eens een keertje bij de basketbalvereniging langs. Gezellig. Oh ja, nou ja, dat... Nou, dus weer een uitnodiging eigenlijk. Ja. Er zitten heel veel uitnodigingen tussen, hoor. Heb je een leuke baan? Nou, die hebben we eigenlijk ook al een beetje behandeld. Ja, dan valt het, de leukste baan. Ja? Ja. Nou, want nou, dat kan natuurlijk ook nog, hè, dat je op een gegeven moment zegt, nou, ik wil eigenlijk burgemeester worden, want daar was je heel stellig in. Ja. Maar dat het dan tegenvalt. Ja, nou, maar sommige dingen zijn ook ingewikkelder dan ik dacht, of juist makkelijker dan ik dacht. En aan de ene kant ben je soms helemaal niet zo druk, maar je staat wel de hele tijd aan. En aan andere momenten ben je wel heel erg, het wisselt heel erg. En vooral denk ik het, wat heel veel mensen vergeten, is het de impact op dat privéleven. Want daar ben ik ook altijd burgemeester. Dus als ik een keer... bijvoorbeeld allemaal ongezonde boodschappen kopen of ga eten bij een plek die eigenlijk, nou ja, waar mensen wat van vinden, bijvoorbeeld bij de McDonald's of zo. Ja, dan wordt daarover gesproken dan weer. Maar mogen je kinderen dus nooit meer naar de McDonald's? Oh, echt wel, want mijn dochter was jarig afgelopen weekend, dus we zijn gewoon naar de McDonald's gegaan. Maar ben je daar echt heel bewust mee bezig? Ja, van wat zouden anderen denken? Nou, ik ben er meer bewust mee bezig, ja. Ja. Dus niet wat, ik wel dat ik het ga doen, dus ik blijf het doen, maar wel van, oké, wat is hiervan... Wat zou je... Een soort publieke opinie. Ja, wat zou dat kunnen zijn? Maar ik blijf het wel doen. Ik bedoel, ik loop ook in mijn kortste hardloopbroek gewoon rond. En ik denk, ja, sommige burgemeesters vinden dat ook ingewikkeld. En denk, ja, anders kan je helemaal niks meer. Nee, je blijft ook gewoon... Dat is ik ben ook een in mens. In het begin heb je dat verteld. Ik blijf ook gewoon Tjarda. Ja. Nou, dit is een mooie. We hebben Wouter Kolff nu als nieuwe commissaris van de Koning. De vorige commissaris, Jaap Smit, daar ben je op sollicitatie gekomen. Ja. Deze vraag kwam binnen. Hoe stel je jezelf kandidaat voor het burgemeesterschap? Oh, leuk. Ja. Nou, allereerst wordt er een vacature opgesteld. Dus eigenlijk gewoon een profielschets. Hele lange vacature tekst voor een burgemeester. Daar kan je op schrijven. Dus dan schrijf je een sollicitatiebrief, maar die richt je aan de majesteit. Dus de koning. En vervolgens wordt die brief, die stuur je naar de commissaris van de koning van die provincie waar dat dorp of de stad in ligt. En dan kan je op gesprek komen bij de commissaris. Alleen wat ik wel zou aanraden is gewoon met heel veel burgemeesters gaan praten. Heb je dat ook gedaan vooraf? Ja. En heel veel mensen komen bij mij ook die burgemeester willen worden. Om eens erover te praten. Iedereen mag kandidaat stellen. Je hoeft niet al in de politiek te zitten. Nee, maar het is wel, kijk, als er 20 kandidaten zijn en één daarvan heeft wel wat meer politieke ervaring, dan is het... Vinden sommige vertrouwenscommissies, dat zijn de mensen die het bepalen uiteindelijk, die vinden het dan wel makkelijker om te kiezen voor iemand die veel ervaring heeft. Maar als iemand naar burgemeester wil worden die zit te kijken, dan is jouw advies gewoon probeer het. Ja, en contact opnemen met burgemeesters. Dus ook met mij, dat kan ook. Ja. Nou, ook weer een vraag, maar daar komen, nou, die haal ik dan wel eventjes naar voren. Hoe kom ik in contact met jou als ik dat wil? Nou, dan kan je mailen naar burgemeester@leiderdorp.nl of anders op mijn Instagram. Een privébericht. Ja. Gaan een privéberichtje sturen of burgemeester@leiderdorp.nl. Ja. Oh, deze is wel echt heel moeilijk. En ik ga hem stellen, want hij is binnengekomen. Wie is je leukste collega? Oh ja. Nou, ik vind het vooral heel leuk dat ik gewoon met zoveel verschillende mensen mag werken. Want iedereen heeft... Ja, ik vind het altijd... Dat is wel een beetje politiek correct antwoord. Ja, maar ik vind het echt een sport om bij iedereen wat leuks te ontdekken. Dat doe ik dan ook. Nou, misschien mijn leukste collega's zijn de BOA's. Ja, dat vind ik wel leuk. Nou, dat is een mooie opsteker voor Roy, Amber en Martin. Ja. En wat maakt hen zo leuk dan? Nou, ik weet niet. Ik vind het gewoon het werk wat ze doen leuk. Ik ben best wel vaak met hen mee geweest. Ze staan ook best wel in de frontlinie. Trouwens, een heleboel mensen staan bij ons in de frontlinie. Maar... Ik wil zeggen, want dit antwoord is niet om anderen tekort te doen. Nee. Want ik bedoel, ik sta soms wel... Nou, ik sta ook wel in de frontlinie. Maar die BOA's, die komen ook zeg maar de wat meer nare kanten van de samenleving ook weer tegen. Dat ze mensen moeten zeggen, dit mag niet, dat mag niet. Dus dan krijg je ook niet altijd een fijn antwoord van inwoners. Daar was ik laatst overigens een keer bij toen dat gebeurde. Dus toen dacht ik, oh ja, weet je, dat is ook BOA zijn. Ja, af en toe ga je met ze mee en dan film je dat ook. Yeah. Want jullie hadden een tijdje geleden een brugspringer, geloof ik ook, hè? Oh ja, wat kinderen, en toen waren zij heel, heel met het streng handje en jij, foei. Ja, je moet ook wel een beetje een grap van maken, ook al mag het niet, maar dat kan je ook op een leuke manier doen. Nee, niet brugspringen. Yeah. Nou, eigenlijk is dit wel een beetje een verlengde, deze vraag, bij eentje die we al gehad hebben. Wat is het zwaarste dat je tot nu toe hebt moeten doen? Er zijn in Leiden natuurlijk ook best wel... Want zware dossiers, ook wel dingen gebeurd, bijvoorbeeld met Nino. Zijn er dingen waarvan je zegt, nou, dit vond ik echt zwaar?
Nou, als het gewoon gaat over menselijk leed. Wie daar dan ook maar de veroorzaker van is. Gewoon verdriet van mensen. En dat je eigenlijk het liefst... Nou ja, ik wil dan het liefst het gewoon oplossen, regelen. Weet je wel, het ongedaan maken als het iets heel ergs is. Dat kan niet altijd natuurlijk. Dat kan vaak niet eens. Of bijna heel vaak niet, laat ik het zo zeggen. En dat, ja, dat is wel zwaar. Maar je hebt over... Hè, dingen die dan gebeuren, misschien achter de voordeur of bij mensen persoonlijk. Je zegt ook dat komt vaak ook niet in het nieuws. Maar gebeurt dat nou echt regelmatig dan? Want in mijn beleving gebeurt het eigenlijk bijna niet in het dorp. Nee, dat dacht ik dus ook. Maar het is het wel. Ja, en wat ook heel vaak is, is dat je in het nieuws zeg maar een beetje de niet hele diepgang van een bepaalde situatie weet. En dat weet ik soms wel. Dus dan wordt het een beetje ongenuanceerd opgeschreven. Ja, en dan zit daaronder nog echt 10 verschillende lagen. En dan is het eigenlijk veel groter dan soms wat je in de krant leest. Maar wil je dan niet af en toe schreeuwen of roepen, jongens, het zit anders? Ja, soms wel, ja. En tegelijk wil ik gewoon zijn voor de mensen die er het meest last van hebben of waar het om gaat. Nou, vanuit dit zware antwoord even naar iets heel anders. Of je vrijwilligerswerk doet. Oh, ja, ja, dat is... Of ik vrijwilligerswerk doe? Even denken. Nee, nu niet. Nu niet. Nee. Heb ik wel altijd gedaan. Ja. Wat heb je gedaan in het verleden? Nou, bijvoorbeeld bij Humanitas was ik bezoekvrijwilliger. Dat is al wel best wel heel lang geleden. En dan ging je dus, dat was echt een enorme indruk, heeft het op mij gemaakt. Toen had ik op een gegeven moment een oudere dame, daar heb ik iets van 1,5 jaar mee opgetrokken. Dus zij zat in een rolstoel en ik zag bijna niks. Dus dan gingen we zo lekker de stad in. En, de lammen en de blinden. Ja, dus ja, dat vonden we ook heel grappig. En het andere was een mevrouw die... had dementie en ik wist daar op dat moment nog niet zo heel veel van af. Dus ik kwam bij haar en die schold me helemaal verrot. Oh ja. En ik wist op dat moment, ik was nog een heel andere levensfase. Dus ik dacht, wow. En ja, dus dat is van mensen met dementie vaak, dat kan een kenmerk. Dat kan een kenmerk zijn, inderdaad. Ja, maar dat, ja, dus dat vond ik wel, dat is nog meer respect voor mensen die in de zorg werken. Ja. Ja, en over die dementie, een beetje vooruitlopend op waar de gemeente ook mee bezig is. De gemeente Leiden-Dorp ook wel een dementievriendelijke gemeente. Ja, ja. Ja, en tegelijk willen we op heel veel fronten een vriendelijke gemeente zijn voor veel meer groepen. En dat is, dat kan je niet allemaal in één keer doen. De laatste vraag op mijn kaartje. Waar gaat de gemeente Leiden-Dorp zich de komende tijd voor inzetten? Nou, in ieder geval is heel belangrijk, wonen is heel belangrijk. Dus daar zijn we op in aan het zetten. Ook al duurt dat soms veel langer dan je denkt. Dat is van de wethouder Van Gaal. Maar ook, heb je het dan over nieuwe woningen? Ja, nieuwe woningen of het her- of verbouwen van woningen. Zodat er meer mensen bijvoorbeeld in kunnen wonen. Maar ook duurzaamheid, dat is ook van wethouder Van Gaal, zijn we mee bezig. Maar dat duurt allemaal heel lang. En het vernieuwen van scholen, daar is wethouder Romein mee bezig. En we hebben natuurlijk binnenkort weer de begroting. En dat is van wethouder Binnendijk. Dus daar zijn we ook allemaal aan het voorbereiden. Maar dat zijn sommige dingen, dat vind ik soms wel jammer. Hè? Want eigenlijk wil je gewoon als bestuurder soms gewoon even laten zien van oké, dit is het resultaat. En dat resultaat in die gemeentepolitiek, die is best wel ver weg. Dus we zijn bezig met dingen die soms wat onzichtbaar zijn. En die scholen is ook nog wel een complex dossier, hè, begrijp ik. Omdat niet alle scholen en wat daar nog aan moet gebeuren is goed in kaart gebracht in het verleden. Ja. Dus moet er nu een soort van nulmeting eerst plaatsvinden voordat je prioriteiten kan gaan stellen dan? Ja, nou misschien dat ze dat nu eerst gaan doen. Ik weet het fijne er niet van, zeg maar. Maar dus we gaan er nu wel erg mee bezig. Ja. Goed. We zijn door de vraag heen. Zijn er dingen die jij nog graag kwijt wil, nu we hier toch zitten? Tjonge. Nou, ik vind het in ieder geval leuk als mensen nog vragen blijven sturen. Dat vind ik heel leuk, ook over burgemeester zijn. En ik roep ook mensen op die gewoon eens willen meelopen, dat ook kan. Of een dagje, of eventjes een keer een gesprek. Gewoon een keer een gesprek of een dagje dat je komt, dat ze met jou meekomen. Ja, ik denk dat eigenlijk een gesprek beter is. Dus als je ambitie hebt om burgemeester te worden, sta ik graag voor open. Ja, en vragen voor de volgende uitzending kun je natuurlijk ook altijd stellen via redactie@centraalplus.nl. Want over een paar weken ben ik gewoon weer te gast bij Tjarda met nieuwe vragen. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Ja, we hadden natuurlijk nog beloofd dat de burgemeester iets zou laten horen van een versneld afgespeeld bericht. Wat we nu gaan horen is hoe jij dus fijn luistert. Ja. Gaat het voor mij te snel, denk je? Nou, in jouw geval, Rudo, verwacht ik toch wel dat je dit moet kunnen. Ja, we gaan luisteren. Dit is hoe burgemeester Tjarda Struijtjes in plaats van braille leest of mails leest het makkelijkst berichten hoort. Ja, dus daar gaat-ie. Bericht, geen idee. 13.02, ontvang van Sabrina Sommersjes.
Oh ja, nee, ik hoorde wel wat ze zei. Ja, je kon het zien. Je was aan het kijken. Nee, ik keek niet. Dit was een bericht ontvangen om 13 uur huppeldepup van Sabrina Sephorius. Ja, ja. En weet je wat het bericht was dan? Ja, maar die hebben we nog niet gehoord. Wel. Hebben we het bericht ook gehoord? Ja, ja. Doe nog eens één keer dan. Bericht, geen idee. 13.02, ontvangen van Sabrina. Oh, geen idee. Ja. Ze weten het, ja. Bericht, geen idee. Nou, dat was hem weg. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.